Ik ben Luc Heunen, derdejaars bedrijfskundestudent en ik werk bij de Hand Green Office. Wij zijn met een heel enthousiast en gepassioneerd team zijn we constant bezig om duurzame ontwikkeling op de hand verder te krijgen. En ervoor te zorgen dat iedereen ook een stukje bewuster wordt van wat er gaande is en wat de belangrijke maatschappelijke thema's zijn op dit moment. Ik ben iemand die het heel belangrijk vindt om, als ik iets ga doen, dat het ook echt betekenis heeft. Dus ik wil echt iets veranderen en ik wil ook echt dingen maken. Daarin heb ik in de Green Office ook wel een heel mooi middel daarin gevonden. Omdat wij ook echt de hele tijd bezig zijn met dingen te maken en echt wat toe te voegen. En dat is wel echt heel belangrijk voor me. Een hele goede morgen allemaal. Gaat het morgen een beetje lukken, denk jullie, met de centrale Green Office meeting? Ja, de PowerPoint die staat al. En ik ga het ook voornamelijk hebben over hoe ik leiderschap heb uitgevoerd. Vet man. Op dit moment zijn we op de Hand Green Office. Hier wordt ook vaak de basis gelegd voor onderwijsproducten, colleges en workshops die we maken. Ja, hier wordt eigenlijk alles gecreëerd wat wij naar buiten uitdragen. Ja, in onze missie en visie komt dat eigenlijk in 3 dingen naar voren. We willen mensen helpen en vooral studenten helpen om duurzame keuzes te kunnen maken. We willen ze skills en vaardigheden aanleren en we willen draagvlak creëren. De SDG staat voor de Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties. En dat betekent eigenlijk dat we moeten gaan kijken naar hoe we duurzame ontwikkeling in de wereld kunnen materialiseren en ook waarborgen. En wij als Green Office gebruiken dat eigenlijk als een algemeen kapstokmodel waarin we al onze activiteiten eronder kunnen hangen. Want het mooie aan de SDG is dat het zo breed is dat alles wat we doen, dat ook anders moet in de toekomst. Het belang van de Green Office komt eigenlijk voor uit hoe druk de rest van de handmedewerkers zit hebben. Je ziet heel erg dat docenten en medewerkers overvolle portefeuilles hebben, volle agenda's hebben. En om dat te zeggen van, oh, dit moet je er ook nog maar even bij gaan doen, dat is gewoon iets te veel gevraagd op dit moment. Dus ik denk dat er simpelweg eigenlijk meer tijd voor vrijgemaakt moet worden, zodat mensen ook het idee hebben dat ze de tijd aan kunnen besteden. Dus ik denk dat er nog iets meer focus eigenlijk op moet. Ik denk dat dat wel naar mijn ogen een hele belangrijke oplossing is. Ik denk dat er op dit moment af en toe iets misgaat in de communicatie tussen docenten en studenten. Dus die twee groepen veel dichter bij elkaar komen en veel beter in het gesprek kunnen gaan over wat ze alle twee willen. Dat dan in samenwerking met de Green Office, in samenwerking met Slim Schoon Sociaal, belangrijke pijlers op de hand, dat we dan nog beter tot mooie oplossingen kunnen komen. En dat we dus duurzaamheid en duurzame ontwikkeling nog beter in het onderwijs kunnen krijgen. En op de hand in het algemeen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat eigenlijk alle duurzame doelstellingen die we voor onszelf gesteld hebben, dat we die ook kunnen vasthouden voor de komende paar jaren? Want vaak zie je dat als er iets gebeurt in de wereld, kijk bijvoorbeeld nu met Oekraïne of met de energiecrisis, dan wordt duurzaamheid eigenlijk een beetje naar de achtergrond verschoven. Maar dat is eigenlijk zonde, want duurzaamheid moet juist op de voorgrond blijven. Ik zorg voor positieve energie op de hand en altijd voor nieuwe ideeën. Nou, wat kan jij doen?